Walbeskoeien, picknickbanken, pjaltjes en ek dwerslissers veronder het spoor. Dat zijn samen wat zaken die makken worden bij Langhorst. Het bedrijf dat meer dan 1200 jaar lang begon met het produceren van touw. Net sinds de economische crisis giet het haar voor de wien. Als wij dit zelf niet naar zorgen, als wij zelf naar onze wortels zorgen van ons bestaan, dan zeggen we nou, wij zijn echt heel erg internationaal. Dus onze klanten zitten over de hele wereld. En wij zijn een innovatieve niche player. Dus dat houdt in dat wij iedere keer een oplossing brengen die heel vernuftig in elkaar zit. En dat doen wij wereldwijd. En wereldwijd is er eigenlijk minder crisis dan op dit moment in Centraal-Europa. Het bedrijf had de minering van de jaren bot ontwikkelen. Maar Tushaven Snits bleef belangrijk. Ook voor Zuidwest-Friesland is het van belang dat Langhorst in de gemeente bleef. Want er werk je 300 mensen. Daarom had ook de gemeente investeerd. We hebben gelijks een wei online van de A-zone voor transport. Zodat de mensen daar dichtbij wezen kunnen. Dat er net verkeersproblemen binnen in de binnenstad, want het leidt die krekje in de binnenstad om, bij de Wetterpoort. Ik denk dat dat een hele mooie gearwerking is. Oud-directeur Gosse Dijkstra en staatssecretaris Joop Atsma doggen de openingshandeling. Atsma had dwarsemiet in de portefeuille en nevens hem is Langhorst een voorbeeld voor andere Nederlandse bedrijven. Eigenlijk is dit wat we dus landelijk willen, dat je dus in de toekomst heel lang geen afval meer hebt. Maar dat je dus alles wat bij het smargers, met het smargers voortgeeft, dat je dat als nieuwe groenstof broeken. Nou ja, en dan is dit denk ik het voorbeeld wat je opvieren kennen. Nou wordt nog maar de helft van het plastic afval in Nederland recycled. Er is dus nog genoeg groenstof voor Langhorst. Het grootste probleem is om technisch personeel te vinden, maar een hege opleiding. Wij zijn op zoek naar kat-engineers, wij zijn op zoek naar mensen die goed kunnen rekenen, maar ook sterktes. Wij zijn op zoek naar projectmanagers. En van de komende 2 jaar hebben wij toch zeker nog het zientallen vacatures op dat gebied hier bestaan.